Zoals meestal varen we dus weg door het achterschip af te duwen, een heel eind. Soms een heel klein beetje achteruit, zoals in dit geval als we heel dicht op een ander liggen. Of als er veel stroom staat of zo. En dan veel stuurboordroer. En dan even gang. En dan zet de massa het schip vanzelf opzij. Daar hebben we geen kopstoel voor nodig. We zijn in Noord-Frankrijk. We hebben de nacht doorgebracht in Saalte. Het is juni, maar dat zou je niet zeggen. Het is heel heilig, dus we hebben de radar aangezet. Want je weet niet of het nog verder dicht trekt. Links in beeld zie je nu de radar. Dus kun je ook zien wat er op het radarbeeld zichtbaar is, terwijl je ook van buiten kunt zien hoe het in het echt uitziet. Mooi zien op de radar, hier aan bakboord, daar liggen dus een paar schepen afgemeerd. En zo zien die er op de radar uit. Zien we natuurlijk nog van alles buiten ook, dus eigenlijk zou het ook wel zonder radar kunnen. Maar eens even kijken hoe het eruit ziet als je alleen op je radar moet varen. Als je dus buiten helemaal niks ziet, zie je dus hier aan stuurboord een inhammertje. En dan verderop zie je een brug. En je kan ook zien dat er een versmalling is vlak voor die brug. Dus dat moet je dus niet het midden van het vaarwater varen, maar het midden van die brug. Zo, doe het licht weer aan. Het vaart toch een stuk lekkerder. Kijk, je ziet nu hier dus aan stuurboord vlak bij de brug versmalling.
die kan je op de radar ook heel goed zien. En je kan ook zien op de radar al dat het een dubbele brug is. We zijn nu ietsje verder en als je goed kijkt zie je op de radar dat er een schip aankomt. Boven in het radarbeeld zit een schip. Dus dat gaan we nu tegemoet komen. Dat zullen we nog eens laten zien, dat tegemoetkomen, maar dan eens een keer helemaal met alleen maar een radarbeeld. Kijk, daar is het schip en zo moeten we zorgen dat we er langs sturen als we geen zicht hebben. We zijn hier bij sluis Grand Carré. Op de radar kan je hem goed zien. Je ziet het water en dan zie je dat het veel smaller wordt. En daar bovenin daar zit de sluis. Er komt zo een schip uit de sluis. Kijk, op de radar kan je hem zien.
Ze zijn hier aan het baggeren. En dat gebeurt met een techniek die in deze contrij heel normaal is. Er wordt met een kraan wordt de bagger van de bodem afgehaald. En die wordt direct in een schip geladen. En dat schip gaat de bagger dan weer afvoeren. Nou, dat schip wat hier dus ligt te laden, heeft ons net opgeroepen. Dat ze zijn klaar, maar ze wachten even tot we voorbij zijn en dan gaan ze ook varen. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe als je wil, als je het filmpje leuk vindt. En we zijn ook op Petjeaf en op Patreon. Daar kun je ons financieel wat steunen. Dat zou veel helpen. Bedankt.